tussen de Randstad en het platteland lijkt steeds groter te worden. Onze koeien gaan dood omdat ze in de Randstad willen bouwen. Soms lijkt het alsof de mening van de mensen in de Randstad zwaarder meetelt dan van de mensen in de rest van Nederland. Als je bent geboren en getogen in de provincie, dan hou je er beduidend andere ideeën op na dan wanneer je in de Randstad bent opgegroeid. Genocide tegen een man? In deze serie onderzoeken we in hoeverre dat zo is. Kortom, hoe groot is de kloof? Dit zijn Cheyenne en Jarno. Cheyenne en Jarno zijn beide echte randstedelingen en kunnen zich een leven zonder havercappuccino's en elektrische fietsen niet meer voorstellen. Dit zijn Barry, Henny en Randy. Deze drie mannen identificeren zich als ware provincialen en steken hun mening niet onder stoelen of banken. Met zowel de randstedelingen als de mensen van het platteland hebben we deze aflevering over het klimaat. Wat is het verschil tussen CO2 en koolstofdioxide? Jazeker. Wat is er dan? Tombo. Ja, daar zit wel zeker verschil in. De naam? Die gaat eronder kruipen. Oké, hij gaat eronder. Nou kijk, en dan wordt hij ook weggehaald uiteraard. You are not alone. Boeren die blokkeren ook wegen en die gooien asfalt op straat en daar gaat eigenlijk niemand over. Heb je nog een boodschap voor de boeren? Vind een ander beroep. Ja jongens, in deze aflevering gaan we het hebben over klimaat. Wat is volgens jullie het klimaatprobleem? Er is geen klimaatprobleem. Nee, echt totaal niet. Cheyenne, Jarno, wat is in jullie ogen het klimaatprobleem? Ik denk dat alles wat de mensheid in het verleden heeft gedaan rondom... Ja, eigenlijk gewoon leven. Dat het nu consequenties heeft voor wat er in de toekomst met de wereld gebeurt. En dat dat eigenlijk het hele probleem is. De oudere generatie heeft een beetje opgefokt en wij mogen het oplossen. Ja. Nou, laat het me anders nuanceren. Je kunt dat je bek niet doen. Er is nog geen klimaatprobleem. Dus ik vind dat er wel iets moet gebeuren. Maar hier in Nederland zijn we al het haantje ervoor, zijn de beste van het las. Heeft geen zin. Wat doen jullie voor een beter klimaat? Als ik op vakantie ga binnen Europa, dan zou ik wel vaker met de trein willen gaan in plaats van vliegen. Alleen, dan heb je het volgende probleem. Meestal zijn die treintickets 4-5 keer zo duur als een vliegticket. Wat doen jullie voor een beter klimaat? Dat is echt een stukje bewustzijn. Gewoon opletten van, je hoeft niet altijd met de auto. Je kan inderdaad ook een keer het OV pakken als je wilt. Bijna elke horecatent in Amsterdam, die heeft wel een vegan menu. Zeg maar, waardoor je eigenlijk wel heel goed gepusht en dat vind ik ook wel goed. Maar eten jullie bijvoorbeeld minder vlees? Nee, absoluut niet. Zoveel mogelijk. Ja. Gaan we zo een barbecue hoor. Ik probeer gewoon een beetje te kijken, deze week heb ik al veel vlees gegeten. Kan het ook een keer zonder? Kan je misschien een keer een vleesvervanger kopen in plaats van kip? Ja. Dus het gaat bij jullie heel erg om het bewustzijn, dat je ervoor mee bezig bent. Maar ik wil wel dezelfde kwaliteit voor terug. Wat ik bijvoorbeeld wel vervelend vind, is als ik ergens een drankje ga drinken en ik krijg zo'n papieren rietje. Ja, na anderhalve seconde is dat rietje gewoon slap en dan ben je gewoon zo van papier aan het opslurpen. Ja, dus het klimaat is heel belangrijk, maar jouw gemak gaat wel voorop. Ja. Maar heel even over het bredere plaatje. Hoe denken jullie dat mensen in de Randstad erover denken in verhouding tot hoe jullie erover denken? Over het klimaat? Ja. Nu denk je gewoon, dan rammen die boeren en planten maar een paar huizen neer. Maar die denken ook nog steeds dat melk uit de fabriek komt waarschijnlijk. Stikstof is natuurlijk een ontzettend groot onderwerp binnen dit debat. En naar aanleiding van het stikstofdebat zijn er ontzettend veel boerenprotesten geweest. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, het is ook de economie. Dus ik snap in die zin de boeren ook wel. Je tast ze natuurlijk wel aan in een business. Dus ja, in die zin begrijp ik het ook. Je moet ze gewoon compenseren. Precies. Stikstof, dat wordt nu heel erg streng aangepakt. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, slecht. Een gevoelig onderwerp. Ja, die zijn gevoelig. Ja, in principe, hoe moet het uitleggen? De boer is de rondlevend land. Vroeger, de boer was alles. Tegenwoordig, ze mogen waarschijnlijk niet eens meer naar de wc, want dat geeft te veel stikstof. Ja, kom op man. Maar hebben jullie sympathie met de boeren en ook met hun inhoud? Ja, ik snap niet helemaal waarom ik er last van moet hebben dat ik niet door kan rijden, dat ik in de file sta, omdat zij
een stikstofprobleem hebben. Ik snap dat je impact wil maken en ik snap dat je wil laten zien aan Nederland van hey, wij zijn er tegen, dus luister naar ons en ja, heb een mening erover. Maar ja, als ik van A naar B moet en ik doe er vervolgens te lang over of ik kan er überhaupt niet naartoe. Ja. Denk, ja, ik heb niet daarvoor gekozen. Maken jullie er zorgen om dat als het zo doorgaat met dit beleid, onder natuurlijk VVD, D66, CDA en ChristenUnie, dat er dan straks veel minder boeren gaan zijn? Ja, de boeren zijn al jarenlang aan het afbouwen. Steeds minder boeren gaan door. Steeds minder boeren hebben opvolgers. Ze waren al aan het stoppen. Maar nu trap je de boer tegen verkeerde been, worden ze eigenwijs en gaan ze juist wel door. Maar in de afgelopen 80 jaar zijn er, ja, ik weet niet precies, er zijn er echt wel degelijk minder boeren. Omdat ja, het gewoon steeds minder aantrekkelijk werd. Dus ze hadden het gewoon niets moeten zeggen, gewoon laten gaan. Er komen vanzelf minder boeren. Dan een andere groepering die er heel heftig in gaat zijn de Extinction Rebellion demonstranten. Ja, hij wordt nu hardhandig een activist hier weggehaald. Dat gaat met veel moeite. Hebben jullie daar dan iets meer sympathie voor dan voor de boeren? Omdat zij wel strijden voor, nou, in jullie ogen, het juiste. Ik ben niet zo erg van de extreme. Nee. Dus ik vind inderdaad wat jij ook zegt, zeg maar, ik vind, je moet ergens je stem laten horen. En dat is goed, want mensen moeten er bewust van worden. En ook als je er van eerste instantie niet veel over nadenkt. Maar inderdaad, om nou heel rigoureus de wegen te blokkeren. Ja, vind ik van beide partijen niet oké. Ja. Ja, maar hebben die mensen wel eens honger gehad? Dan denk ik bij mij, ja, als de boeren, alle boeren weggaan, ja, dan heb je ook geen vreten meer. Ja. Dus ja, wat wil je dan? Wil je omkomen van de honger of denk je bij jou, nou, ik ga wel op de stoep zitten, want er wordt wel beter dan. Op dat half. Kom. Ja. Hoe vinden jullie dat onze overheid ermee omgaat? Met dat hele klimaatbeleid? Wat zou er volgens jullie beter kunnen? Kijk, wat ik er lastig aan vind, is dat ik denk als de politiek nu, of als Den Haag nu gaat zeggen, joh, oké, we geven de boeren een stem en we gaan het allemaal terugdraaien. Dan iedereen die het ergens niet mee eens is, die gaat hem dus snelweg blokkeren en mest dumpen. En op een wat globalere schaal, wat denken jullie dat nou echt voor een goed klimaatbeleid, wat zou deze wereld echt schoner maken? Pak alle sectoren aan en ga je niet focussen op één sector. Dus pak Schiphol aan, pak de boeren aan, pak grote kantoren aan die elke dag misschien wel 100 of 200 auto's naar kantoor laten komen, die ook prima thuis hadden kunnen werken. Pak dat globaal aan en ga je niet focussen op één sector. Want als je je gaat focussen op één sector, dan gaat de sector zich bedreigd voelen en die gaat er zich afbijten. Hebben we een heel groot probleem als we zo doorgaan? Waar zijn we over 50 jaar volgens jullie? Zo. Ja, we zijn geen wetenschappers, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je ergens de grens moet trekken. En nu wel, dat er nu wel een shift moet komen naar het wat bewuster omgaan met je levenspatroon. Als iedereen nou één ding zou aanpakken, dan ben je ook al heel eind. Als jij nou één keer per jaar minder naar Curaçao zou gaan, dan zouden we er zijn. Ja. En wat zou er nodig zijn vanuit jullie om hun wat meer te begrijpen? Zo, dat is moeilijk. Ja, ik denk dat dit jouw item een beetje, dat het, deze kloof wel heel groot is. Dus hier gaan we niet aan uitkomen, jongens? Ik denk het niet. Wat maar. Ja, kut. Vervelend, hè? Nog meer bij iedereen.